Het is weekend, dus tijd voor Eredivisie Voetbal. NEC gaat zondag op bezoek bij de plaatselijke FC in Utrecht. Vorige week heeft de ploeg van trainer Peter Hubala op de valreep een punt uit het vuur gesleept in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Hoe was de reactie na afloop in de kleedkamer? Ja, we hebben natuurlijk de laatste minuten 1-1 gedaan. Dat was natuurlijk heel leuk voor de jongens. En ook met die 4-1-5 wat we daar gespeeld hebben. En nog de zesde spits en Daru nog in de spits gezet. En we hebben echt even geïnvesteerd voor deze ene punt. Maar we waren ook een beetje teleurgesteld, moet ik ook zeggen. Omdat we ook gedacht hebben, we kunnen ook misschien ook 3 punten hier halen. Maar het is in de laatste minuut gescoord. Het is natuurlijk leuk uit tegen Feyenoord de laatste minuten tegen een doelpunt te krijgen. Elke week heeft de trainer weer een andere opstelling. Haalt hij ook deze week weer een verrassing uit zijn hoge hoed? Ja, één verrassing moeten we maar, ja, omdat de Mohamed Rahi is geblesseerd. Was jammer voor hem, omdat hij echt op een goede weg was. Misschien ja, tegen Utrecht niet, misschien ook tegen Groningen niet, maar daar keken we nog. En ja, daar moet toch een andere speler aan spelen. Maar we hebben ja, een offensieve spelers, ja, Taiwo J, Quincy, Ferdi. Ja, we hebben nog een paar opties. De concurrentie is groot. De trainer moet elke week weer keuzes maken. Dan moeten we nog kijken. Michael Dierstam heeft een beetje knieproblemen, maar ik denk dat hij kan zondag spelen. Maar ja, we moeten van het systeem nog kijken. Maar we kunnen ook zeggen dat we vastigheid in de 4-3-3 laten staan. En dan Utrecht. Wat is dat voor elftal? Utrecht? Ja, ik vind die weg heel goed. Als een trainer kiest van Ruud in het centrum, dan heb je altijd eigenlijk goede spelers die heel goed korte passen spelen kunnen. Die heel goed aan de bal zijn. Als hij in het centrum de bal verliest, is het toch niet goed. En zo heeft hij toch. Erik heeft dan toch spelers die heel goed in de techniek zijn. Met Ayoub, met Parasiet, met Strieder. Heeft hij goede spelers daar in de centrale. En natuurlijk met twee echte spitsen, ook een beetje andere manier, Sivkovic en Haller. En heeft nu ook de laatste wedstrijden, ja, tegen Willem II laatste minuut gewonnen en tegen de beker tegen Groningen ook. Zo heeft hij natuurlijk ook een beetje succes met deze systeem. Is iedereen fit? Ja, iedereen is fit. Iedereen doet goed mee. We hebben met de reservespelers op maandag tegen Jong Utrecht 3-1 gewonnen. Dan hebben we nog maar een wedstrijd laten spelen. Ook de reservespelers hebben nu 90 minuten gespeeld deze week. Ja, en de concurrentie is groot, omdat wij ook gezien hebben, oké, J-Roy kan spelen of... Ja, als we Mikkel vervangen moet ook een andere speler spelen. En ja, Mohamed moet je vervangen. Zo. Ook de bankspelers doen echt zijn best. Aanstaande zondag om 2:30 is de aftrap in de Utrechtse Galgenwaard. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.